Ja, maar die laatste stuk is ontstellend, maar dit het nooit zo gewerkt. Nooit. Oké. Okay. 7 jaar dat ik al was. Bij kunstefeest is daar gewoonlik sekere theaterstukke wat een feest aan die grond zet. Het sê dit nou goed of sleg is. Die afgelopen week by die KKNK het die stuk Poppenkast een paar feestgangers ontstel en van hulle het selfs die productie ontwrig. Ons het by feestgangers op uitvoering gaan hoor wat sal maak dat hulle uit die theaterstuk uitloop. Van my, ek voel soms baie geïrriteerd soos dit as mense baie vuil kras, vuil taal gebruik maak. Alles wat ons tot dusver gesien het ons nogal geniet. As het verveeld is en mense is vloek en wat, dan jaag hulle sommer vinnig af, dan gaan ek sommer vinnig uitstap en alles. So jy dink mense wat vroeg loop mis dalk die hele... Ja, want jy is nou half geskok, maar as jy nie deur luister, dan kry jy op die ouwe einde die boodskap. Ja. Waar is ons ook nou opgestaan het en uitgeloop het. Verstaan, dit is nou iets wat in elk geval elke dag gebeur, maar het is niemand wil hoor nie. Maar hulle sê soos vir voor die tyd dat wat al gaan aangaan, dan kan jy nie uitstap as dit gebeur, want jy weet dat al gaan gebeur. Ek moest nou die voor die tijd sal lees waar het gaan. So dan beset ek moest nou, gaan ek nou nie. Ja. Maar ek dink jy sal drastisch wees. Ja. Ek het nie een oude traditionele manier van dit skrik my af of dit skrik my af of dit is my onaanvaardbaar of dit is my is nie geloofwaardig nie of dit is nie moreel correct nie. Ek het een baie oop manier van hoe ek die kunste sien en dit verstaan. Omdat ek geloof dat die kunste spreek in een baie subtiele en soms in een baie beduidende wijze stevig die sociale probleme van onze gemeenskap aan.